Zondag 17 augustus, een maand na de crash van vlucht MH17 van Malaysian Airlines boven Oost-Oekraïne, werden de slachtoffers herdacht in twee stille tochten in het Gooi. Inmiddels is bijna de helft van de slachtoffers geïdentificeerd. Dat onderzoek gaat nog door, evenals het zoeken naar de precieze toedracht en de bewijzen daarvoor. In Hilversum begon de tocht op het Lapersveld. Deelnemers was gevraagd in witte kleding te komen. Voor vertrek werden 298 witte ballonnen opgelaten. Witte duiven losgelaten voor de Hilversumse slachtoffers en grijze duiven voor de overige. Vervolgens zette de stoet zich in beweging. Eindpunt was de Vieterskerk. Daar werd een herdenkingsdienst gehouden voor alle slachtoffers, maar ook vooral voor de 3 Hilversumse gezinnen en 1 alleenreizende Hilversummer die bij de ramp zijn omgekomen. De kerk raakte al gauw vol. Belangstellenden konden de dienst op een groot scherm buiten de kerk volgen. In Naarden begon en eindigde de stille tocht min of meer op dezelfde plek, bij de Graaf Willem de Oudelaan. Ook hier was er aandacht voor alle 298 slachtoffers van de ramp, maar ook in het bijzonder voor 4 mensen uit Naarden. Ingrid Meijer en haar dochters Sophie, Fleur en Bente van der Meer. Ze woonden vlakbij het start- en eindpunt van de tocht, aan de Louise de Coligny-laan. Het werd een indrukwekkende stille, maar niet zwijgzame tocht langs diverse plekken die voor deze 4 mensen van belang waren. Zoals de basisschool waar de meiden alle 3 leerlingen waren. Ja, ja, ja.
De herdenkingstocht werd afgesloten met een minuut stilte en het oplaten van 298 witte ballonnen. We verzoeken om dat nu te doen. Wie wilde kon vervolgens bloemen leggen bij de foto's, onder de beuken op de kop van de vijver. Ik begin niet dat het een beetje 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 een beetje